Ben je altijd bewust geweest van het vermogen om anderen te laten lachen? Of is het pas op een gegeven moment als een helder idee bij je opgekomen? Verrek, ik kan dit wel. Nee, helemaal niet. Ik denk 9, 10 jaar geleden had ik een keer sollicitatie gedaan bij Dit Was Het Nieuws. Dat was toen net begonnen. Ik was toen werkloos, dus ik dacht, ik had een heel balorige brief geschreven van dit vind ik niet zo'n goed programma en gebruik mijn grappen dan maar. Tot mijn verbazing namen ze me toen aan, dus toen ben ik grappen gaan schrijven voor Dit Was Het Nieuws. Maar had je daar een grap gezet? Sorry? Had je daar een grap gezet? In die brief? Ik had ze wel een paar opgestuurd. Noem eens eentje. Oh, dat weet ik niet meer, echt 9 jaar geleden, okay. Sorry. Maar toen namen ze me aan, omdat er bij Dit Was Het Nieuws een paar mensen werkten die, zoals zeggen, Ol en Erik van Souwers, die hier ook zaten, heb ik toen gewoon voor de lol eigenlijk als geintje een keer auditie gedaan. En eigenlijk tot mijn grote verbazing werkte het wel wat ik deed. En toen werd ik ook aangenomen, toen kon ik gelijk in het weekend spelen. Dus toen ben ik het maar gaan doen. Eigenlijk, maar daarvoor had je nooit wat gedaan? Nee, nou ja, ik heb een heel andere studie gedaan. Ik had journalistiek gedaan en Amerikanistiek. Maar toen was ik denk ik 7, 28 en dat vond ik eigenlijk wel redelijk verbazingwekkend. Want ik had eigenlijk verwacht dat ik weggehoond zou worden. Of in elk geval dat het heel erg stil zou blijven. Maar er werd wel goed gelachen. Dus het was meer dat ik het ging doen omdat ik het op dat moment bleek te kunnen, dan dat ik het altijd al in mijn hoofd had van goh, dat is mijn ideaal. Maar daarvoor was je helemaal niet bezig met überhaupt met het thema grappen maken, humor en... Voor mijn 7, 28ste niet, nee. Nee, omdat ik het helemaal niet als optie zag. Maar was je dan wel bij vrienden of zo? Daar heb je ook al een soort humor onderling. Vul je daarbij op? Niet dat ik weet, maar bij vrienden is het, als je onder vrienden bent, is het ook niet zo moeilijk om een beetje leuk te zijn. En de fout die sommige mensen maken ook is dat ze denken, als ik in gezelschap leuk ben, dan zal ik op een podium ook wel leuk zijn. Ik ken mensen die geweldig zijn op het podium en die in een gezelschap helemaal niet leuk zijn. En mensen die in gezelschap geweldig zijn en die op een podium beginnen te zweten en een hele zaal stil krijgen. Dus dat zijn twee totaal verschillende dingen. In gezelschap leuk zijn en op een podium leuk zijn. En ben jij in gezelschap leuk? Als ik gedronken heb, wil ik wel eens een poging wagen, maar ik kan ook soms heel stil zijn. En bijvoorbeeld mijn vriend Jan-Jaap van der Wal, die ik heel erg goed vind op het podium, is in gezelschappen niet leuk. Dat is ook niet zijn ambitie, dus dat is echt geen maatstaf. Als er mensen zitten te kijken die denken, ik ben altijd het leukste op verjaardagen, dat is absoluut geen enkele garantie dat je ook leuk bent op een podium.